Er bestaat een aanzienlijke kans dat Kees Tol, bekend van het populaire TV-programma Vertwonen, de overstap maakt van SBS 6 naar RTL 4, al dus TV-expert Tina Nijkaamp. Deze mogelijke verandering wordt toegeschreven aan de plannen van DPG Media, het moederbedrijf van het gelijknamige tijdschrift waarop Vertwonen is gebaseerd, om de Nederlandse tak van RTL over te nemen. Kees Tol heeft gedurende vele jaren aanzienlijk succes geboekt met Vertwonen, een programma dat visueel aantrekkelijke ontwerpen en interieurideeën presenteert, parallel aan het gelijknamige tijdschrift onder de vleugels van DPG Media. Met DPG Media's intentie om RTL in handen te krijgen, lijkt het onwaarschijnlijk dat zij Vertwonen, een kroonjuweel in hun portfolio, bij SBS 6 willen laten. Tina Nijkamp, voormalig zenderbaas van SBS 6 en een autoriteit op het gebied van kijkcijfers, Voorspelt een mogelijke overstap van Vtwonen naar RTL. Ze legt uit in de podcast Tina's TV Update: gaat Vtwonen naar RTL 4 naar de fusie? Nou, dat zou kunnen, want Vtwonen is een DPG-blad. Dat is van de uitgever DPG. Ze voegt eraan toe: DPG gaat natuurlijk samen met RTL en het zou dus heel goed kunnen dat DPG zegt: Nou, dat Vtwonen gaan we leuk op RTL 4 of RTL 5 doen in plaats van op SBS 6. Want waarom zouden we de concurrent met ons succesvolle format en tijdschrift verder helpen? Dat zou inderdaad een heel goede mogelijkheid zijn. Hoewel er ongetwijfeld contractuele verplichtingen zijn, speculeert Nijkaamp dat Vtwonen mogelijk gemakkelijk kan overstappen, gezien het feit dat het programma de naam van het bijbehorende tijdschrift draagt. Ze merkt op, er is natuurlijk wel een contract getekend, maar ik denk wel dat Vtwonen daar best wel makkelijk onderuit kan, omdat het programma de naam van het blad draagt. Afsluitend suggereert ze, mochten ze dat niet willen, dan kunnen ze altijd zeggen, we stoppen met verdwonen, en dan gaan ze het voor met iets aanpassen en dan zou het juridisch ook wel mogelijk moeten zijn om dat naar RTL 4 te verhuizen. Ik denk dat dat inderdaad een heel goede mogelijkheid zou kunnen zijn.